twee uur werden we gealarmeerd voor een woningbrand aan de Narsestraat in Winschoten. En bij de melding was al bekend dat een aantal mensen op het balkon zouden staan. Daarom hebben we gelijk opgeschaald naar middelbrand, zodat we gelijk goed konden inzetten om die mensen te redden. Ja, de brand is ontstaan in de kelder. En doordat het in de kelder is ontstaan, is er eigenlijk als een schoorsteen rook door het appartementencomplex getrokken. We hadden onze handen vol aan in ieder geval het blussen van de brand, het redden van de mensen op de balkons. En natuurlijk willen we ook controleren of er nog mensen in de woning zelf aanwezig waren. En dat is de reden dat we meerdere eenheden ter plaatse hebben laten komen. De brand is meester, dat betekent dat hij onder controle is. Een aantal eenheden zijn nu ook al in het inpakken. Wij doen een aantal laatste controles op onder andere de aanwezigheid van koolstofmonoxide. Daarna zullen we het pand overgedragen aan de Stichting Salvage, die ondersteunt bij het afhandelen van schade. Nee, oorzaak is niet bekend, behalve dat het ontstaan is in de kelder.